Bribi Ministries heeft vandaag de eerste eendaagse seniorenconferentie georganiseerd. Het thema van deze conferentie was Zij zullen in de ouderdom nog vrucht dragen. Fris en groen zullen ze zijn. In dit kader zijn onderwerpen zoals dementie, gezonde voeding en liefde onder de aandacht gebracht van de senioren. Irma Gimmet, apostel van Bribi Ministries, was blij met de opkomst. Ze vindt dat de seniorenburgers een vergeten groep is in onze samenleving. Daarom wil Gimmet met deze dag de senioren motiveren en bewust maken dat zij als groep een zegen zijn. En het is ook tot opbouw van ons land. Want met de ervaringen die ze achter de rug hebben, wat hun leven betreft, kunnen ze dus anderen bemoedigen, onderwijzen, versterken, de moed geven om verder te gaan. Dat ze gaan beseffen dat oud worden mooi is. Het is geen ellende. Want u weet, in Suriname, wanneer je 60 jaar bent geworden, dan val je iets onder de mensen die dus bejaard zijn. Een bepaalde ouderdom hebben in leeftijd. Maar dat wil niet zeggen dat alles is gestopt. De sprekers bij deze conferentie waren Jennifer Plein, Tony Chang, Serge André en Irma Gimmet. Er is bewust gekozen voor het onderwerp liefde, omdat ook de seniorenburgers nog in het huwelijksbootje kunnen stappen, zegt Gimmet. Ze benadrukt dat de senioren meer aandacht en respect verdienen. Bemoedig ik om dus hun oudere familielid, hun ouders misschien, een oma, de moeder van hun moeder of vader, aan wie ze dus een beetje zorg kunnen geven, een beetje liefde kunnen geven, zich kunnen opstellen als toegewijde familieleden die willen helpen, dat ze het ter hand nemen. Dat ze het ter hand nemen. Want er zijn genoeg burgers die onder barre omstandigheden leven. Irma Gimmet, apostel van Bribi Ministries, tijdens de eendaagse seniorenconferentie.